Organisaties moeten correct weten om te gaan met de rechten van de LGBT-gemeenschap. Om ondersteuning hierin te geven, vond gisteren de lancering plaats van een handboek voor gemeenschappen met betrekking tot LGBT-rechten. Dit handboek moet dienen als leidraad om nog meer inclusiever omgevingen voor de gemeenschap te bouwen, evenals het waarborgen van de rechten op correcte wijze, zegt projectcoördinator van Parea, Rachel Wittenberg. Het boek vloeit voort uit het Stand With Us Project, een samenwerking tussen Stichting Projecta en Parea. Wittenberg zegt dat door middel van verschillende trainingen en onderzoekingen er een op maat gemaakt handboek is ontstaan die nu als belangrijke bouwsteen gezien mag worden. Dus er is toen een toolkit ontworpen door New Monday. En eigenlijk is het handboek een soort leidraad voor de toolkit. Maar het handboek is ook een leidraad voor als je zelf activiteiten wil ontwikkelen. LGBT is een stigma, we zijn kwetsbaar. Het is een kwetsbare groep en dat betekent het is een groep die gewoon minderheid heeft in stemmen, in rechten, rechten worden niet nageleefd. En dit boek is eigenlijk echt, die handleiding is echt voor projectleiders, projectactiviteitenleiders, mensen die bezig zijn met meerdere mensen uit de community. Zodat zij eigenlijk weten hoe zij het moeten doen. Want je weet, als je het ziet vanuit je community, als je het ziet vanuit waar je dagelijks naartoe gaat, bijvoorbeeld school of een community organisatie, is het makkelijker om het ook gewoon aan te nemen, om het ook gewoon te doen als gewoon lid van de community. Wittenberg geeft aan dat het de bedoeling is om nog meer van zulke projecten uit te voeren ter vergroting van de bewustwording over inclusiviteit betreffende de rechten van de gemeenschap. En dit waren de lokale berichten in het journaal.